Beste kijkers, vandaag presenteren wij jullie de Kunstmaniora. Deze school staat bekend voor het hardwerkende secretariaat en opvallende leerkrachten. Laten we een paar vragen gaan stellen. Is het aan het lopen eigenlijk? Ja. De mascotte van deze school heet Johan Schuls. Wij vroegen aan enkele mensen wat ze van hem vinden. Ik heb daar geen specifieke mening over. Marginaal. Ja, ferm kont, hè. Sexy. Aardig. Een appetante ruimte. Het is algemeen bekend dat deze man graag kaas eet. Dat is toch slecht voor de lijn, niet? Wat zou zijn gewicht zijn? Dat weet ik niet, maar dat is volgens mij niet weinig. 200. Ik denk 135 of zo. 182. Een ander onderwerp nu. Een vrouw die zeker opvalt is mevrouw Franke. Zij staat bekend als een echte babe. Wat vinden anderen van haar en haar sensuele uiterlijk? Weinig vlees aan, hè. Iets lekkers. Mevrouw Franke, dat is een aangename verschijning. Wel gebouwd en zwartharig. En zeer vrouwelijk. Een beetje? Oh ja, voilà, een beetje, hè. Dat is gewoon veel, hè. Hoe zou de toekomst van Pico eruit zien volgens de leerkrachten? Vrij uitzichtloos. Twijfje. Ja, klein, ja. Ai, dik probleem. Verschrikkelijk. Om dit geheel samen mooi af te ronden, gaan we luisteren naar een anekdote van Jos. In der tijd toen ik op college zat, was er een periode met heel veel controle van de fietsen. Ik was van een berg aan het fietsen en onderaan de berg stond de politie. En die riep mij toe, hey, stoppen, want je hebt geen reflectoren en geen voorlicht. Waarop dat ik zei, en geen remmen. En ik reed door. Dankjewel, Jos, voor ons op te vrolijken met je mooie glimlach. Beste kijkers, dit was het dan. Kijk volgende week mee met een nieuwe aflevering. Tot dan!